De wens van de VHP is in vervulling gegaan. Eugène van der San moet zijn portefeuille inleveren. Volgens de VHP was bij de onlangs gehouden persconferentie weer gebleken dat van der San niet geschikt was voor de functie van minister van Justitie. Volgens de VHP heeft van der San zelf aangegeven dat hij niet in staat was om zaken die hij had bedacht in concreet beleid om te zetten. Zijn ideeën zijn door de president en zijn adviseurs afgewezen, evenals door het Openbaar Ministerie en andere deskundigen. In ieder geval werd het plan terzijde geschoven, ik wil niet zeggen van tafel geveegd, want zo enthousiast was men om het de grond in te boren, maar het plan werd terzijde geschoven en daarvoor kwam in de plaats de zogenaamde octopusoperatie. Die operatie, heb ik begrepen, is daarvoor een bedrag van $750.000, Amerikaanse dollar, dus vrijgemaakt. Dit plan en dit alles heeft buiten het zicht van de minister van Justitie en Politie plaatsgevonden. En wel in overleg met de korpschef is een octopusoperatie aangevangen. Dus de korpschef wist meer dan de minister over dit plan. En aan mij is nooit iets bijzonders gerapporteerd dan een aantal verhalen. Aldus Eugène van der San, gewezen minister van Justitie en Politie. Na ruim 2 maanden heeft hij zijn portefeuille vanmiddag moeten inleveren.